Goeiedag. De eerste maand van de lente ligt al bijna weer achter ons. En van stabiel, zonnig en zacht lenteweer, daar is nog vrijwel geen sprake van geweest. Het waren de afgelopen dagen vooral veel wolkenvelden en ook veel regenwater wat de boventoon voerde. En dat is ook weggelegd voor de eerste periode van deze 10-daagse weerbespreking. Als we dan even naar dat weerpatroon gaan kijken, de berekeningen van het Amerikaanse weermodel, dan valt op dat we volop in een zuidwestelijke stroming zitten met laag drukinvloeden op de Atlantische Oceaan. We zien hier zo'n lage drukgebied liggen, maar er zitten ook wel wat rustigere momenten bij. Bijvoorbeeld aan het begin van deze week, toen hadden we nog te maken met een rug van hoge druk. Die zien we hier op de weerkaart ook nog terugkomen. Heel kenmerkend is zo'n knik in de isobaren en dat zorgt tijdelijk voor droog en stabiel weer. Maar die is inmiddels alweer in oostelijke richting weggetrokken en die zuidwestelijke stroming heeft het stokje weer overgenomen. Nou, dat lage drukgebied op de Atlantische Oceaan, die is heel sturend voor het weer in Nederland. En als we dan even wat verder vooruit gaan kijken, dan zien we dat net ten zuiden daarvan een soort klein lage drukgebiedje ontstaat. Een randstoring ook wel genoemd. En dat gaat ons land op vrijdag parten spelen. Als ik de animatie dan nog even wat verder laat lopen, dan zien we dat dat lage drukgebied op vrijdag echt met de kern pal boven ons land komt te liggen. En dat is waar momenteel ook de grootste onzekerheid in zit. Want dit is één berekening van één weermodel. Maar we maken hier in de Weerkamer natuurlijk gebruik van meerdere weermodellen. En er zijn een aantal andere weermodellen die de kern van dat lage drukgebied net een klein stukje noordelijker laten uitkomen. En bij zo'n lage drukgebied zit de meeste wind. Het krachtigste windveld zit juist aan de zuidflank van zo'n lage drukgebied. Zien we hier ook goed terugkomen. Dat is precies de plek waar de isobaren het dichtst op elkaar komen te liggen en waar de wind dus ook het meest in kracht toeneemt. Nou, je kan je voorstellen dat als de kern van het lage drukgebied net een stukje noordelijker komt te liggen, dat dat windveld dan echt pal boven Nederland komt te liggen. Terwijl als hij juist wat zuidelijker komt te liggen, ja, dan is het echt het midden van Frankrijk en de westkust van Frankrijk dat echt de volle laag gaat krijgen. Dus die onzekerheid is nog weggelegd voor de vrijdag. Nou, wat wel vaststaat is dat er om dat lage drukgebied heen flink wat gebieden met bewolking, regen en buien rondtollen. Dus dat die vrijdag gewoon een ronduit wisselvallige dag gaat worden. Nou, en als we dan wat even verder op gaan kijken, ik noemde net al dat er wel een beetje een weersomslag aan zit te komen. En dat gaat eigenlijk vanaf het weekend gebeuren. Want vanuit Scandinavië gaat een hoge drukgebied zich naar het zuiden uitbreiden. En dat gaat echt voor het stabiliseren van het weer zorgen. En daarbij wel een noordelijke, noordoostelijke wind. Dus de temperatuur moet dan wel wat inleveren. Maar dat uitzakkende hoge drukgebied zorgt ervoor dat die lage drukgebieden op de Atlantische Oceaan blijven of juist ten oosten van ons liggen. Dus dan gaat het weer na zo'n wisselvallige start van die 10-daagse wel wat rustiger en kalmer worden. Als we dan nog even het laatste stukje bekijken aan het begin van de nieuwe week, dan zien we die hoge drukinvloeden nog wel bij ons rondwaren. Dus dat lijkt erop dat het begin van de nieuwe week ook nog wel vrij zonnig en droog gaat verlopen. Eerst dus nog die wisselvalligheid. Ik noemde net al dat windveld van dat lage drukgebied. En dan gaan we even wat hoger in de atmosfeer kijken. Even zien hoe de dynamiek daar is. En dan valt op dat de straalstroom, ook wel de jet genoemd, die ligt heel strak van west naar oost. Ook wel met flinke windsnelheden daarbij. Maar dat allemaal wel boven de Atlantische Oceaan. En dat is ook de plek waar die lage drukgebieden tot ontwikkeling komen. En als we dan gaan kijken hoe die straalstroom zich gaat ontwikkelen, dan zien we echt dat die ten zuiden van ons ligt. Dus dat dat ook de ruimte geeft voor kou vanuit het noorden. Maar dat we een meanderend patroon tevoorschijn zien komen. Dus dat we die hele strakke west-oostbaan een beetje kwijtraken. En dat die straalstroom wat gaat slingeren. En dat geeft dus ook de ruimte voor zo'n kou-uitbraak. Nou, en om die kou-uitbraak in wat meer detail te bekijken, heb ik ook even de temperatuur van de bovenlucht meegenomen op 850 hectopascal. En dan zien we dat lage drukgebiedje, die randstoring van vrijdag, zien we ook in de bovenlucht nog heel mooi terugkomen. Hier zo ligt de kern daarvan. En dan heb je eerst het warmtefront met die warme sector die daartussen ligt. En daarachter volgt dan het koufront. En daarmee wordt dan wat koudere lucht aangezogen om dat lage drukgebied heen. Nou, de echte kou die zit
op die termijn donderdag nog in het noordoosten van Europa. Maar zodra dat hoge drukgebied zijn invloed naar het zuiden gaat uitbreiden, dan gaat die noordoostenwind ervoor zorgen dat die kou ook een beetje onze kant op komt. Wordt ook wel eens transportkou genoemd vanuit Rusland of Scandinavië. En dat gaat ervoor zorgen dat de temperatuur bij ons eigenlijk vanaf zondag aan het begin van de nieuwe week echt wel een paar graden moet gaan inleveren. Maar als we dan naar de periode daarna kijken, dan komen we een beetje op het strijdtoneel van die zachte en koude lucht te liggen. Die zuidwestelijke wind gaat die warme lucht toch wel weer een beetje onze kant op duwen, terwijl die kou nog vanuit het noorden hier aanwezig is. Dus dat maakt de temperatuurverwachting op die termijn ook nog wel iets onzeker. Nou, de neerslag, daar valt al geen speld tussen te krijgen. We starten heel wisselvallig met vooral op vrijdag ook flinke neerslaghoeveelheden. We zien hier de gele balk, 50% kans op 10 mm of meer. Dat zijn toch wel behoorlijke neerslaghoeveelheden. En vanaf zondag komt de invloed van dat hoge drukgebied dan tevoorschijn. Dan valt de neerslagkans een stuk lager uit. Maar daarna komt die zuidwestelijke stroming zich toch wat meer opdringen. En dan zien we ook de kans op neerslag weer wat verder toenemen. Dus dat gaat mogelijk later, na het weekend, in de loop van de nieuwe week, gaat dat toch wel wat meer wisselvalligheid weer introduceren. Is even de vraag hoe lang dat hoge drukgebied stand weet te houden. We starten dus heel wisselvallig en zacht. Daarna een stukje kouder, maar wel met meer zon en tijdelijk eventjes minder neerslag.